Wie is dit? Huh? What? Het is een stenen Bowser of zo? Yo, Nintendo fans! We gaan naar Gecela's vesting. Het einde van Mario Rabbit Sparks of Hope begint. Daar zijn we met z'n allen in ons ruimteschip. Daar is Gecela's vesting. Het ziet er misschien afschrikwekkend uit, maar vergeet niet wat Mami zei. Verbondenheid, we moeten op elkaar vertrouwen. Op Peach, die daar nog steeds verbaasd over is. Rabbit Mario, die hem wel voelt. Rabbit Luigi, die gewoon, ja, vrij neutraal is. Mario moet er nog even over nadenken. Luigi is een beetje hetzelfde als Rabbit Luigi. Peach is super hyped. En Edge kijkt nog steeds een beetje chagrijnig. Ja. We moeten vertrouwen dat onze band ons sterker maakt dan alle angst en al het gevaar waarmee Ursula ooit het sterrenstelsel kan gezelen. Rabbit Luigi vraagt om Mami's schildkraker te gaan gebruiken. De super bad eend komt eraan. We beginnen nu echt tegen het einde van de game aan te lopen, denk ik. En ik vind het een fantastische game. En als jij dit ook een leuke serie vindt, knal die duimpjes omhoog. Laten we 1000 duimpjes pakken voor deze serie. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Maar ondertussen, ja. Kunnen we er naartoe? We hebben de vesting gekraakt, jongens. Oh, dit is inderdaad Rosalina's kometenobservatorium. Dit is waar Rosalina altijd chillt. En Rabbit Rosalina, ik weet niet waar die vandaan is gekomen, maar die ziet het ook. Heeft Gecela zich gewoon hier gevestigd op deze plek? De baken van het kometenobservatorium is de kern van de duisternis-energie. Oh, maar dit is wel cool om daar weer naartoe te gaan. Ik ben heel benieuwd wat we daar moeten doen. Wacht, er is nog een hele weg naartoe. Rosalina zegt, waar wacht? Wachten we op, we zijn er, Rosalina, kom, we zijn hier, we gaan je helpen. En dat gaan we zeker ook proberen, wow. Die ene planeet daar, die had een... Die zag eruit als een hoofd. Even terugspoelen. Zie je? Deze planeet. Wat is dit? De dichtheid van de duisternis-energie rond het observatorium heeft genoeg luchtdruk gecreëerd om onze wapens te neutraliseren. Kan ik geen wapens gebruiken? Oh, we moeten een noodlanding maken. Oh, dit was een vrij nette noodlanding, moet ik zeggen. Het zag er gewoon uit als een chille landing. Oh, het schip kan niet dichterbij komen, maar wij wel, zegt Bipootje. We kunnen onszelf af laten schieten overal naartoe. En dan, dan daar, de gouden... Wat? Waarom is er een gouden kanon? Vanaf daar kunnen we blijkbaar bij Rosalina komen. Let's go, guys. Daar gaan we. Oh, kijk deze vogelverschrikker hier. Oh, laat ik even wat shizzles gaan kopen. We gaan sowieso eventjes wat van deze kopen. Hoeveel pauwblokjes hebben we? 5 wil ik er in totaal meenemen. Immuniteit zo, ja, lekker. Extra tackles, altijd chill. Even goed voorbereid zijn. Koning der duistermis. Wie is de koning der duistermis? Ik ben benieuwd tegen wie we moeten vechten. Wie is dit? Huh? What? Het is een stenen Bowser of zo? Maar Bowser zag ik net ook al opeens niet meer in het luchtschip. Maar hij is er nog wel. Dit is Dark Bowser. Duisternis Bowser. Holy moly. En Kamek is er ook. En Goomba's. Oh, dit is wel cool zeg. Kijk hem staan. What? Bipo vraagt zich af wat hier gebeurt. Gecela is natuurlijk het uitvloeisel van de Megabug. En die heeft herinneringen van de Megabug meegekregen. En van daaruit wordt deze gelijkenis van Bowser opgebouwd. Ah, kijk Bowser. Oh, want de Megabug die had Bowser in zijn macht gekregen en behandelde hem als willoze marionet. Maar dat leidde nergens toe, want we hebben hem verpletterd en verslagen terwijl Bowser Jr. erbij stond te kijken. Weet je dat nog, Bowser? Dat was dan denk ik uit de vorige Mario Rabbids, toch? Ah, we kunnen niet voorkomen dat Bowser deze aanval zal leiden. We hebben nog 3 anderen nodig voor ondersteuning. Oké, we gaan dit dus met z'n 4 doen. Super cool. Even kijken hoor. Kamek die kan natuurlijk tegen van alles en nog wat. We hebben hier heel veel Goomba's. En Bowser. Bowser is resistent tegen brand. Ik denk dat ik Rabbit Mario wel moet gaan gebruiken. Laten we even kijken wat Bowser doet dan. Probeert delen van het slagveld onder controle te krijgen met gebiedsaanvallen en door duisternis Rabbit Mega Koopa's op te roepen. Oh, maar die moeten we van een afstandje verslaan, anders ontploffen ze in ons gezicht. Ik denk dat ik in plaats van Mario nu Rabbit Mario ga gebruiken en voor de rest dit team hou. Ja, ik denk dat we extra moeten gaan schieten. Ik denk dat ik daarop moet focussen. Dus ik ga even deze healing dingen terugnemen, denk ik. En dan ga ik die wel instellen. Hoor. En op zich is het ook wel handig als we ons na het schieten nog kunnen verplaatsen eigenlijk. Ik ga me focussen op eigen aanvallen. Dat is met Rabbit Mario denk ik gewoon heel nice. Handig als we ons zelfs na het schieten nog kunnen verplaatsen. Bowser mag sowieso de teamsprong gaan doen en bovenop hun hoofden vliegen.
Keetje, lekker. Tackle op Kamek. En schieten op Zabakkes, lekker. Rabbit Mario mag natuurlijk ook gelijk vooruit gaan vliegen. Beetje jammer dat ik nu niet kan tackelen met Rabbit Mario. Maar hij kan straks nog een teamsprong doen, zodat hij wegvliegt. Hatseflats, tackle. Nog een tackle. En dan gaan we Kamek hopelijk kapot maken. Ik moet echt nog een beetje inkomen, merk ik. Ik had natuurlijk eerst moeten springen met Rabbit Mario. Dan kan Rabbit Mario naar voren. Waar wil ik Rabbit Mario hebben? Rabbit Mario gaat naar de link, de rechterkant bedoel ik. Als die het haalt. Ja, hij haalt het net. En dan gaat Peach even Kamekie slopen. Zo, die is weg. Tegenstanders de beurt. Let's go. Wat gaan ze allemaal doen? De Goombatjes komen natuurlijk allemaal op ons afrennen. Ja, helemaal dikke. Prima. Die halen het allemaal nog niet. Hallo, Goombas. Maar ja, wat gaat die Dark Bowser dan doen? Wat? Oh, hij gooit Max naar ons toe. Ja, op zich. Kijk, als Bowser gewoon daar één keer in de buurt schiet, dan gaan al die Max gewoon kapot. Die bazooka is natuurlijk super chill. Kijk, we hebben hier Bowser. Die kan gewoon in één keer hun allemaal uitschakelen. Dat is allemaal niet zo'n probleem, Bowser. Kijk, wat ze vlots. Er staan nog niet zo heel veel enemies hier in de buurt bij Rabbit Mario. Ik maak die maar gewoon even kapot, die Goombatjes. Even kijken waar we met Edge dan naartoe gaan. Als we die buis ingaan, dan komen we erachter uit. Maar misschien moeten we het even rustig opbouwen nog. Zo, gewoon even rustig aan met z'n allen. Zo, die zijn ook weg. Kijk, het is super chill dat Rabbit Mario nu nog gewoon kan gaan lopen. Dit is echt heel fijn. Op die manier kunnen we natuurlijk nou even lekker een teamsprongje doen. Met Rabbit Peachy. Die gaan we hier naartoe brengen. Zodat ze hier kan gaan staan. En dan die ton daar kan schieten. Ja, lekker. Die Goombas zijn ook weg. Oké, dit gaat best wel chill allemaal, man. Zo fijn dat hij nog kan lopen nu. Even kijken hoor. Waar gaan we dan met Rabbit Mario naartoe? Zullen we die buis pakken en naar boven gaan? Gaan we toch maar over links met z'n allen. Zo, hier naartoe. Dan gaan we hier schuilen. Let's go. Oké, tegenstanders, kom maar op. Kamek die gaat er vandoor. Ja, die wilde op Rabbit Mario schieten, ja. Jij smiecht. En jij, deze Kamek, waar ga je... Jij gaat ook op Rabbit Mario, hè? Oh, we gaan allemaal opeens op Rabbit Mario. Oké, okay, oh my gosh. Oké. We hebben healing nodig. We gaan sowieso nu even allemaal naar deze kant. Oh, ik moet wel oppassen voor die ton trouwens. Zo, niet die ton kapotmaken. Oh my god, ik zeg toch niet die ton kapotmaken, Bowser. Ik zeg het nog. Sukkel. En we staan hier nou niet heel chill, moet ik zeggen. Gelukkig kan Rabbit Peach wel gewoon zo. En zo. En dan eventjes healen. Altijd Rabbit Peach meenemen, jongens. Altijd gewoon. Niet over twijfelen. Oké, Rabbit Mario. Begin maar te slopen, jongen. Begin maar te slopen. Begin maar te tackelen. En te schieten en te doen. Maak deze gekke kamer kapot, jongen. Oh, kijk hoeveel die schiet, jongen. Super chill. Maar ja, hij leeft nog wel. Dat is dan weer jammer. Kunnen we met Rabbit Peach? Kunnen we met Rabbit Peach? Kunnen we met Rabbit Peach? Ja, dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Die is weg. Bowser staat hier zo slecht. Maar ja, op zich, Bowser kan nog wel een stukje naar beneden. En dan kan hij hier op het hoekje gaan staan. En even deze Kamek uitschakelen. Nou ja, hij leeft natuurlijk nog wel, maar... Beetje jammer dat ik met Edge gewoon echt niemand kan raken vanaf hier. En ik kan ook niet meer springen. Nee, Edge is een beetje slecht gepositioneerd nu. Maar ik ga wel even iedereen een schildje geven met Rabbit Peach. Oké, dit was het voor deze beurt. Gelukkig is er nog maar één Kamek over. En nog natuurlijk die Rabbit... Rabbit. Oh, er zijn nog twee Kameks over. Of zijn er nog drie Kameks over? Nee, we staan denk ik een beetje... Nou, nee, die Max gaan het niet redden. Nee, die Max die gaan het niet redden. Jammer joh, Dark Bowser. Heel jammer voor je. Heel vervelend dit. Maar gaat hij nog wel op ons schieten? Ja, dat gaat hij wel... Hij schiet ook hard. Er komen ook nieuwe vijanden. Dus we moeten nu denk ik wel echt richting Bowser. En op Bowser gaan focussen. Eigenlijk moeten we gewoon proberen te zorgen dat Bowser deze beurt kapot gaat. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Hotseflots, ik laat hier wel echt alles ontploffen. Alle Kamekies die zijn bijna kapot. Deze Kamek is kapot. Vanaf hier ga ik op Bowser schieten. Hij is wel sterk, jongen, die Bowser. Jeetje. Dan ga ik even de windvlaag gebruiken, hoor. Let's go, windvlaag. Hotseflots, rol maar even lekker weg. Oké, we gaan wel lekker met z'n allen naar boven nu. Het is fijn om, zeg maar, de controle vanaf bovenaf te hebben. In plaats van dat we zelf beneden staan, vind ik. Ja, Bowser heeft eigenlijk wel echt de healing nodig nu. Maar dat gaat hij niet krijgen, ben ik bang. Edge heeft nog de meeste HP. Die gaat het voortouw nemen nu. Let's go, Edge. Jij gaat hier ook tackelen, zo. Kunnen we vanaf hier... Kunnen we vanaf hier... Bowser schieten? Nee, hè? Ik kan er wel voor zorgen dat die portal misschien niet open gaat. Go, Rabbit Peach. Oké, die staat op een chille plek. En die gaat ervoor zorgen dat er geen nieuwe vijanden gaan komen nu. Heel relaxed. Oké, wat hebben we nog voor dingen over? Niet zo heel veel meer eigenlijk. Nou, wat gaat er gebeuren? Oh, deze Max gaan nu ergens naar boven. Maar die komen nog steeds niet bij ons, dus dat is oké. Die Dark Bowser is sterk, jongen. Potverdorie. We hebben hem al één keer geraakt, maar er ging bijna geen HP vanaf. Oké, Kamek.
Kamek die kan ook gewoon door dingen heen schieten. Dat is zo vervelend. Oh, ik denk dat Bowser eraan gaat. Ja, maar die kunnen we wel tot leven wekken. Ja, we moeten nu echt op Bowser gaan focussen. Anders gaat het helemaal fout. Bowser, leef alsjeblieft. En we gaan ook iedereen healen, want dat hebben we nodig. Oh, ik kan daar niet bij in de buurt komen. Oké, want dan gaan ze af. Oké, dat wist ik niet. Oké, we moeten schieten, Rabbit Mario. We moeten nu gewoon gaan knallen. Oké, ik wil met Edge nu naar boven. Let's go. Ik wil namelijk allebei die dingen raken. Maar even wachten. Ik wil namelijk meer. Ik wil namelijk dat Kong ons ook gaat helpen deze beurt. Let's go, Kong. Lekker. Ik blaas hem daarmee wel uit de weg. Dat is wel minder. Oh, maar ik kan beide vanaf hier raken. Oké, nice. Die portal is in ieder geval weg, dus dat is top. Rabbit Peach kan vanaf hier niet zoveel meer doen. Want die heeft natuurlijk de beurten al gebruikt. Rabbit Mario kan nog wel tackelen, denk ik. Ja, lekker. Die kan nog tackelen. Nog twee keer ook. Top. Die portal daar is wel gevaarlijk. Oh, wat een battle weer. Dit is lastig, joh. Ik zet de tegenslag aan met Rabbit Mario. Kijken of we daar iets mee kunnen. En dan zijn nu echt de tegenstanders aan de beurt. Gekke Kamek doet niks. Oké, er komen weer Max aan. Oh, die gaan naar Edge. Nou, ze doen niet heel veel damage. 200 damage per beurt. En er is er maar eentje die ook echt raakt. Maar ja, die anderen gaan waarschijnlijk de volgende beurt raken. En dan gaat hij op Edge schieten. Wie komt hier uit? Ah, weer Kamek. Nee, die zijn zo irritant. Waarom gaan ze trouwens helemaal daar naar beneden? Ik vind het wel gek dat ze mij niet aanvallen. Even goede vrienden hoor. Maakt allemaal niet uit. Maar ja, Edge wordt sowieso nu geraakt door deze gekke Max. Tenzij ik ze natuurlijk uitschakel met slijm. Ik weet niet of ze mij dan raken. Ik denk het wel, want ze ontploffen. Ja. Nou, daar kon ik niks aan doen. We moeten nu gewoon ervoor zorgen dat Bowser kapot gaat, denk ik. Let's go! Oké, Bowser, jij kan mij tot hier laten jumpen. Dan ga ik eerst met Rabbit Mario zo hier naartoe springen. En dan gaan we nog een jump doen. Dan gaan we dicht bij hem komen. Ja, lekker. Dit is precies wat ik wil. Tackle nummer 1. Tackle nummer 2. Schiet hem voor zijn moer. Lekker. We kijken of Bowser nog wat kan doen vanaf hier. Die kan sowieso wel wat doen vanaf hier. Maar misschien kan ik ook nog wat dichter bij hem komen. Go, 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 go. En dan niet met Rabbit Mario raken. Oh, ik kan alleen nu niet tackelen. En ik sta echt heel ongelukkig. Nou ja, dan laten we maar gewoon Max richting Bowser gaan. Richting Dark Bowser. Dan gaan we met zijn eigen wapens verslaan, jongens. Let's go. Dat is 1. Dat is 2. En dit is 3. En 4. Lekker. Misschien gaan we hem gewoon verslaan deze beurt, jongens. Misschien wel. Dat zou toch heerlijk zijn. Dat zou toch heerlijk zijn. Of zou hij het nog net aan overleven? Hij gaat het nog overleven, denk ik. Als hij ons maar niet allemaal kapot maakt nu. Want hij heeft de doelen voor het uitkiezen, hoor. Oké. Oh, Bowser die gaat er vandoor. Die denkt, ja, doei. Ik ben bijna kapot. Oké, als het goed is, ga ik hem deze beurt verslaan. Dat zou heel lekker zijn. Ja, jij gaat dit doen. Jij gaat hem kapot. Jij gaat terug in de buis. Kom op, tackle hem. Ja, hij staat naast die buis. Beetje irritant. Let's go. Tackle. Nog een tackle. Ja. We schieten hem kapot. Lekker, Rabbit Mario. Hij is weg. En hij is gelijk helemaal weg. Hoppakee. Dag, koning van de duisternis. Dikke doei. Ik vind dit nu echt al een hele vette planeet. Ik ben benieuwd waar we nog meer tegen moeten gaan vechten. Dit was in ieder geval super cool. We kunnen nu bij het eerste kanon onze weg naar de tweede duisternispoel. Wie is daar dan de tegenstander? Want als we die kunnen uitschakelen, dan kunnen we bij het grote kanon en naar het kometenobservatorium toe. En in de volgende video gaan we natuurlijk dat andere gevecht doen. We zijn er bijna, jongens. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's op dit kanaal. Zet het belletje aan, want dan mis je helemaal niks. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!